Een halve hectare aan grond zal beplant worden met gember, de perica in Mungo. Dit zegt Hermine Pavillon, directeur van het directoraat Duurzame Agrarische Ontwikkeling Binnenland, DAOB, van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport in een informatiefilm van het departement. De gemberopbrengst zal verwerkt worden tot gemberpoeder. Een agrariër uit het gebied zal de beplanting coördineren. En een halve hectare we praten in een gember, alleen gember. Dus ja, zo is het dat we stimuleren monocultuur. Dat je dus maar praat wansani normaal naar het grond zal de kiezen. Dus als je kijkt dat zie dat is hier de plantjes zou maken. We maken plantjes. Het reden begin vanaf een open stoten. O opa presi o meka de gotro taki po dunda watra de en efa watra furu tumsi a watra mus malungwe dus dat na apisi fu adoti okto u challenge plant material kon u mek de plantjes grogba en u betaki a plantje kadoro ongeveer 25-30 centimeter po si pure prani. Recentelijk heeft het directoraat wederom zijn ondersteuning verleend aan dit project door gemberplantjes te leveren. Pavillon geeft aan dat er na de afronding van het project een evaluatiefase zal volgen. Ja, dus dat is een voor naar en de perica. Districtscommissaris Olivia Domini is benieuwd hoe dit project zal uitpakken. Ze stelt dat het project een grote bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling in haar bestuursgebied.